Dus hier hebben ze dus klei geplaatst, maar dat zal niet zo lang stand houden tegen het water. Is het nu zo hoogste stand? Ja. Blijf je 2-3 uurtjes zo? Eigenlijk heb je de vuurstand is afgezien van 8 uur. En daarna keert hij. Maar dan heb je nog steeds een gestand, maar het wordt wat minder en minder en minder. Je bereikt zo'n piek en dan gaat het. Waarom is het water dat je binnen gekomen? Via de Chinees naar. Dit had dus die fijn naast, ik weet. Dus het water is wat hij niet vindt hier. Die had het van mij drinken. Drama. Alles even morgenochtend weer omhoog. Ja, het is niet zo hoog als nu. Kan het dan? Ja. Het kan toch een zo'n drapaatje worden, waar het? Nu niet klaar. Alles is mooi schoon gemaakt, toch? Ik heb dit echt al gemaakt, dus ik heb het gekregen. Ik heb het al water, dus gaat het nog meer boven. Ja. Ja? De kaart is heel groot. Ja, dat denk ik om 3 keer van de zee. En morgen weer. Ja, dat is. Vorig jaar februari heb jij zo uitgebreid hierover gesproken. En nu. Ik kijk hier weer. Luister dit keer. Meneer Nolomak, kom praten. Koosdoen. Oplossing. Weg. Niets aan de hand, dan gaan we, kunnen we dit makkelijk oplossen. Dit is makkelijk. En dan kan je gewoon alles loslaten gewoon? Nee, als hij ons die, we hebben het laatst gezegd, als hij ons die machines had gegeven toen we hem hadden gevraagd, had je, sorry, dit niet hebben, nee. Sowieso niet. Nee? Nee. Maar hij heeft de machines niet gegeven, hij was toch één? Ik heb een foto gemaakt. Oh. Ik heb een foto van niet te werken. Er stond een man stil. Ja, weet je dat er is iedereen zijn idee en zijn manier en zijn werkwijze. En dat is het juist het probleem hier. Ja. Je moet het is geen trial error, dat is wat we hier. Ja, en het is geen, ook geen ego ding. Je moet een format hebben van wat je doet in de calamiteit. Ja. Protocollen. Ja. Dat hebben we niet. Nee, waar wel. Dat is één probleem. Ja. Dit is... Ja, dit is zometeen helemaal weggeslagen. Woe! Zo. Hi. Het is een boter. Hi. Oké. Het is een redelijke wind hebben, niet te zwaar. Hi, want dan heb je nog. Nee, dan heb ik het erger. Ai. Wat zeggen ze zelf? Ik ga je kan niet vechten tegen het land. Ik zou weggaan. Dit is echt heel erg hier. En dan hebben ze, ik neem aan dat ze al hun meubels daar hebben weggehaald. Ja. Doe maar even aan mijn nakken. Hé, wat rot eraan, hè? Niet goed, man. Kijk. En als dit eenmaal is, dan is het klaar. Als dit eenmaal is weggeslagen. Wat is er jullie van plan om mensen? Hebben jullie minister Nurmagomedov met afgezegd van ik moet dat. Ik zal hem ook een appje sturen. Als hij niet komt, ga ik zelf niet gaan doen. Helemaal. Just a matter of time, right? Yeah, just a matter of time.
Zo. Zo. Het water komt al binnen hier, denk ik. Gaat dan naar binnen, hè? Het is allemaal weggeslagen. Heerlijk, ja. Ga hier slapen. Ja, morgen is hier niet meer. Zoals wij lopen, kan we morgen niet hier. Even. Moet je een foto van me sturen. Maar als je dit gaat hebben, dan komen we dat 2-3 uurtjes nog. En dan neemt hij af en dan tekent hij. Zeg maar 11 uur, 12 uur zie je hier maar weer. En dan begint hij rond 11:30 in de ochtend te beginnen te komen. En tegen rond 5 uur, 6 staat hij hoog en dan gaat hij de lucht in. 6 uur, 7 uur op zijn start. Maar daarna trekt het weer weg. Gaat het weer weg. Ja, maar wat hier nu is, gaat niet terug. Nee, gaat niet meer terug. Nu alles is bijna. Ja. Maar dit wordt weer een keer boven. En dat is lachen. Ja, maar het is al een keer gaat, omdat hier helemaal dus inderdaad, dit heeft te maken met menselijk falen. Vanwege het feit dat niemand iets heeft gedaan toen men de tijd had om het te doen. Door te komen. Goed ja, hij is nog eventjes deze hier aan het meppen. Ja. Zo, hey. Voor ik jullie meeneem. Ik zie die golven gewoon aankomen. Ja, mooi, jongen. Dan kom ik hier van maken. Ai. Ik heb het live gezien. Dit is nog niks. Nee, ne? Nee, live. Maar ik laat de dingen één keer weg houden. Laat hij boos worden. Ik geloof dat hij deze paling niet voor in heeft. Maar was dit al lang weg. Weg. Ja. Hij heeft dat niet voor alle dagen. Hier. Hier laat het de fans zijn. Komt hij weer, hè? Is wel mooi om te zien. Zo, ik weet het, maar ik heb het als een soort ja, nee.
Oké. Huh? Omdat er niemand is vrij spel voor de zee. Echte zeegolven. Dus dat kwam nu ook van die kant. Hey, chips, ik denk het. Op zich is dit een heel mooi gezicht zo, maar dit is niet de bedoeling. Maar dit was gewoon hier helemaal gewoon land. Ja, dit is mooi gegraven. Het is leuk toch? Om dit te maken moet je dan hoger koken hebben. Ja. Triest. Heel triest dit hoor. Je kan niks doen tegen de kracht van water. Als je een dijk bouwt en dat zoals meneer Isaias zegt. En ik was hier vorig jaar toen hij het gezegd heeft en in februari. Niemand wilde toen luisteren. Want dat zouden allemaal weer meevallen. En we zien het resultaat. En hadden ze vorig jaar de ruimte nog? Waarschijnlijk, weet ik ook niet. In elk geval de afgelopen 10 en 15 jaar heeft me niets gedaan. Of laat mij dat anders zeggen, onvoldoende gedaan. En ja, meneer Isaias heeft gelijk gekregen. Het zijn feiten, hè? Dus ik werk graag met feiten. Dus heftig hoor, mensen. Zie dit hoe hoog die golven slaan. Oké, dat was het mensen, weg naar zee. En triest om dit zo allemaal te zien. Ja, wanneer je niet luistert of incompetente mensen hebt, opposities, is dit wat je krijgt.